Een goede avond, beste kijkers. Welkom bij Sporting Telenet. Welkom in het Jan Breydelstadion waar Club Brugge Racing Genk ontvangt. Twee ploegen op de rand van een zenuwinzinking. Allebei uitgeschakeld in de beker van België afgelopen woensdag. Club na een propagandamatch en penalties op AA Gent. Racing Genk na een beschamende thuisnederlaag tegen Lierse. Kortom, ze hebben allebei wat goed te maken. Improviseren moet ik doen, zei Mario Been tegen Tim Wel. Eddie, hoe doet hij dat? Dit zijn de 11 namen van Racing Genk. Wel, veel improviseren hoeft hij niet te doen. Hij zit Van der Borre op de rechterkant. Dat is volgens mij ook zijn beste positie. Dus echt verzwakken denk ik niet dat dat is. En dan hebben we Camus centraal in het middenveld naast Teuzer. En vooraan heb je geen Barda, ook geen Ogunjimi, maar wel Kennedy met Vossen in steun. Ja, de bankzitters Sandomierski, Barda, Dugarry, Sar, jawel, op de bank Durwal, Limbombe en Ofori Appia. De jonge Vasquez, daar zit de Bruyne tussen. De Bruyne nog steeds met dat linkse kattenpootje, zo goed als tweevoetig. Vossen is voor doel, de Bruyne, mooie sleep. Kevin de Bruyne en de goal! 0-1 Racing Genk. 1 minuut zijn we aan het voetballen. En een klasseflits zonder weerga. Een hele mooie klasseflits, maar ik vind dat er toch twee serieuze mensen in de fout gaan. In de eerste plaats was dat Van Akker hier op, Van Akker op de rechtse kant. Die niet consequent ingreep, waardoor dat De Bruyne eigenlijk makkelijk in balbezit bleef. En zich ook er gemakkelijk van kon ontdoen. En dan het schot was volgens mij niet onhoudbaar hoor. Kijk. En hier zie je hem twijfelen, Van Akker. Kijk. Hier de sleep. Dit is niet goed gedaan. Dit is te makkelijk. En dan boven de handen van Kozemans. Te makkelijk binnen. Ja, in alle bescheidenheid vind ik toch wel dat hij die bal moet hebben. Vlemings gaat gooien. Bij Cercle hebben ze daar dan een handdoekje liggen. Maar die werkt niet voor Club, die handdoekenlegger. Goed gegooid. En de goal. Ja, ja, kon niet blijven duren. Meunier komt door. Ryan Donk scoort. Niet de eerste keer dat Donk dit doet. Dat zit er nog niet echt in, maar dit is een goede pass van Pedu. Daar is Kevin De Bruyne meegeven met Kennedy. Iets te ver, maar Kennedy in het zijnet. Pas van Kevin De Bruyne misschien iets te slordig, iets te hard. Het moet toch ook een mokerslag zijn voor Racing Genk, want die 0-1 dat is een droom. Maar als je dan zo... De wet van de sterkste moet ondergaan. Oh, Gigi, wat een pegel. Zevende fout Racing Genk. Vijfde zonet van de Brugge. En daar het doelpunt. Nee, tegen de paal. Dat is toch een serieuze overtreding daarvoor, dacht ik zo. Highland. Nog eens kijken, Teuzer. Hij kan dat, dat weten we. En hier. Oh. En dan nog recht in zijn handen. Highland beweegt weg van Ojija. Daar is de hoekschop en Highland scoort. Ja, je zag hem de tweede paal opzoeken. En als het de bedoeling was, is het een wereldcorner van Teuzer. Ja, dat is een hele mooie corner. En 1-2. En dus slaat Racing Genk toe in minuut 1 en in minuut 46. En heb je als Club Brugge heel hard gewerkt. En ga je toch met een achterstand rusten. En heb je Racing Genk ook wel 3 reuze kansen gegeven? Nou, wie gaat daar allemaal in de fout? Kozemans. Vooral Gigi, denk ik. Ook Simling. Ja, kijk naar Simling. Die van de paal wegkomt. Je kan toch niet echt zeggen dat hij zijn nek uitsteekt? Nee. Letterlijk en figuurlijk? Nee, absoluut. Ja, het zal vooral van Club Brugge zelf afhangen. Kijk, dat is een goede doorbraak. Simling met het paasje op Meunier. Vlemings vraagt aan de tweede paal. Afleggen is goed. Ojija, afleggen met de hak. En dit is al... De heerlijke goal van Vasquez, maar wat een aanval. Schitterende goal van Victor Vasquez en Keuteles. Ja, totaal geen verhaal. Niet snel genoeg, Ojija weer goed afgelegd. Van Akker iets te ver lijkt me, maar Ojija... Wat ik al zei, van hak naar hak. Moet naar zijn rechter natuurlijk, hè, Van Akker. Dirar, hier is de kans voor Meunier. En het is 3-2. Dirar geraakt daar nog voorbij. De overtreding van Highland. Gewoon niet eens boosaardig, want gewoon te traag. Ja. En die Dirar was hem te snel af. Je ziet telke malen wanneer het tempo in de wedstrijd verhoogt. Hier is dat hoge tempo met Dirar en met 4-2. De vrije trap snel genomen door...
Vasquez. En deze keer wordt het zeer, zeer moeilijk. Kijk, Vasquez. Meegeven, het is Dirar die de call maakt hoor. Hij begint te lopen. Na deze demonstratie van Club in de tweede helft kan je bijna alleen maar zeggen dat die goede periode van Genk in de eerste helft er kwam. Dankzij het mindere spel van Club. Maar Vossen zorgt voor 4-3. Ja. Perfecte counter. Goed afgewerkt hoor. Ja, schitterende goal. Ik heb gezegd, het is een open wedstrijd. Het blijft een open wedstrijd. Perfecte paas. Geen goed buitenspel. Goed achtergebleven en dan mooi afgewerkt. Ja, heel want, mooi afgewerkt. Niet zo makkelijk. Nee, dat nee, lijkt nee, makkelijk. Nee. Ook die bal stuit en het is half met de enkel of met een scheenbeen, denk ik. En Been heeft gelijk. Kama, zegt hij. Goeie bal ook van De Bruyne. En nu moet je er inderdaad vol in geloven. Club gaat druk naar voren zetten. Probeert Racing Genk aan het eigen doel weg te houden. Dugarry, de invaller voor Thomas Buffel. Die is snel. Ja, die is heel snel. Daar is de voorzet. Daar was nog net een Brugse voet. En daar is de goal van Kevin De Bruyne. Niet te geloven. Identiek als in minuut 1. En het is 4 tegen 4. Wat een talent. Niet te geloven. Wat een talent. Je hebt Ojija bij blauw-zwart. En je hebt Kevin De Bruyne bij blauw-wit. Opnieuw in die eerste hoek. Mooie schaar. Dan wil hij net iets te veel. Victor Vasquez, maar de armen een beetje wijd. Het is iets meer zoeken voor Club Brugge. Niet meteen vinden. Hier komt Camus. De Bruyne is mee op links. De Bruyne moet hem krijgen. Daar is De Bruyne voor de 4-5. Kevin De Bruyne stiften en scoren. Derde goal van Kevin De Bruyne. 4 tegen 5. Je zag het al 4-5 seconden aankomen. Hij rolt het zeer behoorlijk af. Ja, dat is op zijn zacht gezegd is dat proper gedaan. De controle was misschien niet perfect. En dan nog via Kozemans, die echt wel pech heeft, de bal in doel. Maar Kevin De Bruyne met zijn eerste hat-trick op het allerhoogste niveau. Hij kijkt op zijn horloge en fluit deze wedstrijd af. Mario Been wint met 4-5 bij zijn boezemvriend Adrie Koster. In een heel bizarre wedstrijd die het aankijken meer dan waard was. Iedereen die hier zat moet eigenlijk blij naar huis gaan. Maar zo zijn supporters niet. Nee, dat zal niet het geval zijn. Zeer, zeer ontgoocheld en de andere dol en dol gelukkig.